We zijn ons van bewust dat het morgen een hele belangrijke wedstrijd is. En we gaan ons goed voorbereiden en er staan morgen als de aftrap begint. Hoe is het op dit moment met de spanningen voor zo'n belangrijke wedstrijd? Bij mij persoonlijk bedoel je? Nee, ja, niet anders dan anders. Kijk, je moet nu niet met knikkende knieën de wedstrijd ingaan of naar de Graafschap gaan. Maar ja, tuurlijk, spanning is er altijd. En er zijn nog 15 finales te gaan. En we weten wat we moeten doen. En hopen dat iedereen morgen scherp is vanaf het begin. En niet zoals afgelopen wedstrijd vanaf de tweede helft, maar dat we er gelijk staan. En daar gaan we voor morgen. Hebben jullie daar deze week nog extra de nadruk op gelegd op die eerste helft tegen ADO? Ja, zeker. We hebben veel geanalyseerd, veel besproken. We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen om erover te hebben. En helpt dat, denk je? Nou ja, dat is wat ik wilde gaan zeggen. Dat zijn woorden. En nu moeten we zorgen dat we met daden morgen het veld betreden. En het daar laten zien. En ja, nogmaals wat ik al zei. We kunnen allemaal wel zeggen mooi en hoe het wel moet. Maar we moeten denk ik dit keer echt gaan laten zien hoe het wel moet op het veld. Denk ik. Is het nou echt een typisch degradatiepotje morgen? Koud, veld, nat. Twee ploegen die echt vechtvoetbal spelen. Ja, dat denk ik wel. En het kan daar ook spoken, denk ik. De Graafschap met het publiek erachter. En wij moeten zorgen dat we rustig blijven. En wel die strijd brengen en wel die duels winnen. En wel er vol voor gaan. En ik denk dan bijvoorbeeld snel in de omschakeling dat we ze pijn kunnen doen. En we hebben ze goed geanalyseerd. Dus dat is zeker mogelijk. Maar nogmaals, ja. Het begint bij jezelf en we moeten er zelf staan als team zijnde en daar begint het bij, denk ik. Blik je nou nog in deze week terug op die thuiswedstrijd tegen de Graafschap die jullie op papier relatief makkelijk met 3-0 wonnen, maar het ging toch wel wat moeizamer? Nee, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Meer over de wedstrijd van afgelopen week. De verbeterpunten en uiteindelijk tweede helft de goede dingen, zeg maar. En daarvoor bedurend gaan we morgen, hoop ik dat we het met z'n allen laten zien morgen. Er zijn een aantal nieuwelingen bij jullie in deze transferperiode gekomen. Merk je dat het niveau omhoog gaat? Ja, nee, je merkt altijd wel natuurlijk als spelers met kwaliteit komen, dat ze zich laten gelden op training. En je ziet dat een aantal mooie dingen gebeuren. En nogmaals ook voor de jongens die nieuw gekomen zijn. Er wordt een aantal lastige wedstrijden die komen gaan. Dus laat ze wat ze op de training hebben laten zien, laat ze dat voor ons ook in de wedstrijden zien, hoop ik. Ja, wat tegen ze gezegd van maak je borst maar nat voor morgen? Ja, het is niet morgen dat je even lekker een wedstrijdje gaat ballen. Morgen is echt een finale. En dat hebben ze wel verteld, ja.